leven zoals ik wil. We leven zoals ik wil, dat was Frank Valentino en zijn nieuwe plaat die we te horen kregen. Ja. En we hebben onze laatste gast voor de klok van 11 uur. Hè. Inderdaad, het was weer druk, maar we gaan eindigen met een sportieve touch, zeg maar, vandaag. Want we gaan het hebben over koers. Dag Sander, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, koers in Tielt. Het leeft. Mag ik dat zo zeggen? Ja, dat is correct. Dus dit jaar hebben we opnieuw 9 koersen in Tielt. En de eerstvolgende koers is de Grote Prijs Francenslover op 19 mei. Sander, een vraagje. Hoe koersgek ben jij zelf? Ik denk dat ik heel gek ben op koers. Ik hou daarvan. Zowel de Tour de France op tv, Ronde van Vlaanderen, Paris-Roubaix. Leuk Bastenaken, leuk eigenlijk alle koersen. Maar vooral in Tielt neem ik verlof en help ik mee met de begeleiding van de koers zelf, de organisatie dus eigenlijk. Zijn er ook favorieten die je hebt in het koerswereldje, zeg maar? Wel, vooral bij de elite renners, zoals een Greg van Avermaat, Tim Wellens, dat zijn dan zo mijn favorieten. Ja. Ik had ook al deze morgen Frans de Maagd voor mijn microfoon, ook iemand die een beetje koersgebeten is, zal ik maar zeggen. Ja. En ik stelde hem ook de vraag, is het niet wat moeilijker geworden om koersen financieel gezien dan ook nog op poten te zetten? Wel, zoals de Grote Prijs van de Slover zit het nu ook in het bestuur. Ja. Dus we hebben nog maar net al onze sponsors gecontacteerd. Mm-hmm. En wij mogen zeggen eigenlijk dat we heel veel nieuwe sponsors hebben. Er zijn er wel enkele die gestopt zijn, maar eigenlijk nog geen financiële problemen. Ja. Koers in Tielt, ja, er zijn er heel wat natuurlijk. Hè. Je hebt het al aangehaald, dus nu met de Grote Prijs de Slover, maar er zijn er nog een pak andere ook natuurlijk. Ja, dat klopt. Dus we hebben al de Poelbergkoers gehad. Dat is voor junioren. Dan in Kanegem ook koersen. En dan natuurlijk Keizer Nieuwelingen in Tielt in september. En in oktober hebben we Omloop Toosgerlei. Ja, is het ook nog niet moeilijker om mensen nog warm te maken om naar de koers te komen kijken? Nou, de koers komen kijken niet, maar ik zie wel dat er heel veel vrienden van mij zijn die komen en die brengen dan hun vrienden mee. Ja. Eigenlijk is het een familiebedoeling. De mensen van Tielt, ja, het leeft nog in Tielt. Ja, een pintje drinken tijdens de koers. Ja, of een colaatje ertussen ook. Is ook nodig natuurlijk. Straks ook opening van het nieuwe wielermuseum in Roeselare. Ja. Koers, toevallig zal heten. Ga je er ook regelmatig eens gaan kijken? Ik ben er nog niet geweest, ja. Maar ik probeer wel om, als het open gaat, wel er naartoe te gaan. Ben je zelf ook actief bezig met koersen? Wel, actief niet echt, maar ik ben opnieuw begonnen met recreatief te fietsen met een vriendin van mij. Ja. Dat is wel leuk, met twee. En het kriebelt wel om verder te doen. Dus we zijn nu met een groepje, of we zijn aan het kijken om met een groepje te fietsen. Dus, ja. Ik weet het niet hoor, het is misschien een domme vraag die ik nu ga stellen, maar is er een website voorhanden waarop de koersen van Tielt allemaal verzameld staan? Een website hebben we niet, maar wel op Facebook. Daar staan alle wedstrijden op in Tielt. Dus dat is Koninklijke Tieltse Sportclub. Mm-hmm. Daar staan al de datums op. Ook foto's van de voorbije wedstrijden en de toekomstige wedstrijden staan er ook op. Heel wat informatie ook. Maar voor Facebook hebben we ook een speciale groep voor Grote Prijs van de Slover. En Omloop Toosgerlei vind je daar ook alle informatie terug van nu tot het verleden. Ja, dus toch de moeite om eens een kijkje te gaan nemen. Ja, zeker en vast. Zeker en vast. Is er nog zo'n ultieme droom, Sander, die je hebt in je organiseren van koersen, waarvan je zegt van, dat zou ik nog heel graag een keer bereiken? Ja, ik heb nog twee grote doelen eigenlijk. Ik zou wel willen proberen om nog eens het Belgisch kampioenschap naar Tielt te halen. Ja. Omdat de laatste keer het Belgisch kampioenschap dat hier in Tielt was, en ik dacht in 97 of 98, heeft mijn opa dat helpen organiseren, André Wittevrongel. Ook samen met zijn vrienden heeft hij dat gedaan, dus ik zou dat wel nog willen proberen. En mijn ultieme droom is de Ronde van Frankrijk hier in aankomst. Dat zou heel mooi zijn. Natuurlijk. Ja, dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Je hebt ook een link met Frank Valentino, hè, die we hier net hadden. Hè. Ja, dat klopt. Ik heb een aantal maanden geleden had een vriend van mij gevraagd om mee te doen in de clip van Frank Valentino. Mm-hmm. Ze hadden twee personen nog nodig. Ja. En ik heb direct ja gezegd. En hoe was dat? Is dat meegevallen? Ja, dat was zeer leuk. Ik ken Frank nu niet. Dat was direct een heel warm gevoel bij die persoon. Heel vriendelijk naar ons toe. Altijd bereid om een praatje te slaan. Dus eigenlijk, bij ons staat ook de muziek op. Frank Valentino, sterker dan ooit. Ja, ja. Moest hij niet geweest zijn, was dat het liedje dat ik ging vragen. En welk personage heb je moeten doen? Of wat heb je moeten performen in die clip?
Wel, laat het mij zo zijn, ik heb moeten mijn job uitoefenen in het clipje. Maar daar zijn we nog niet even slim. Dat is nog altijd niet... Nee. Mijn job is inspecteur van politie. En mijn vriend, dat was ook een collega, dus die had dat ook gevraagd. Yeah. En wij helpen eigenlijk Frank Valentino in het clipje te beschermen. Ja. Oké, okay, prima. Dus een inspecteur van politie op bezoek zijn. Dus voilà. moeten heel braaf zijn natuurlijk, want dat is altijd zo. Nee, is het ook niet zo, politie... Ja, we kunnen er eens over lachen of zo, maar het is toch niet altijd even gemakkelijk beroep, denk ik. Nee, het is niet altijd even... het is niet altijd gemakkelijk. Hè. Je moet altijd opletten wat je zegt, wat je doet. Het kan altijd gefilmd worden. Ja. Maar als je de regels volgt, kan dat eigenlijk geen probleem zijn. We hebben ook een hele sterke groep. Als er iets gebeurt, dan praten we er ook over. Ik mag zelf uit ondervinding praten eigenlijk. Als er kinderen bij betrokken zijn, is dat zeer moeilijk om te verwerken. Ja. Maar er zijn altijd personen die klaarstaan voor u en ben zelf ook een persoon die klaarstaat voor de collega's. En we laten die nooit in de steek. Ben je in Tielt actief? Ja. Nee, niet in Tielt. Ik ben niet in Tielt actief. Ik heb wel mijn stage gedaan in Tielt. Ja. Maar ik werk eigenlijk in PZ Het Houtse. Dat is Oostkamp, Biernem en Zedelhem. Ja. 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 En vanaf 1 juli ga ik naar een andere dienst. Dus geen interventie niet meer, maar dan gaan we naar de scheepvaartpolitie. Oei, dat is een heel iets anders natuurlijk. Heel iets anders, ja. Een nieuwe uitdaging voor onze Sander. Goed. Zeg, Sander, mag ik je hartelijk danken om eventjes te willen langskomen. Ik wil ook eindigen met het vraagje in het kader van Moederdag. Ja, het is Moederdag morgen. Ja. Heb jij al een plan? Wat zegt jou dat Moederdag? Ja, mijn moeder weet het al. Ze mag morgenochtend niets eten. Ah, ja. Dus om 9 uur ga ik erom. Dus het wordt een ontbijtmandje. Oké, prima. Voilà. Oké, fantastisch. Zeg, Sander, bedankt en veel succes verder. Dank u wel.